Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft gisteren de Neuro High Care Unit geopend. Deze unit is een samenvoeging van de stroke- en neurochirurgieafdeling. Een stroke is een storing in de hersenvaten die leidt tot een beroerte. Er zijn twee typen strokes in de wereld, namelijk een bloeding en een infarct. De een komt door een barst in een bloedvat en de ander door een verstopping in een bloedvat. Beide zorgen voor heel wat misère in de wereld, want het is een groot gezondheidsprobleem. Dit zegt neuroloog Erik Kafilidin. U hoort ook neurochirurg Rudy Chongqing-Yu, die aangeeft dat de high care afdeling voor de neurochirurgie een lang gekoesterde wens is, die in vervulling is gegaan. We kunnen daarom de patiënten beter van dienst zijn, zegt de neurochirurg. In Suriname is die stroke op de eerste plaats gekomen van de overlijdensoorzaken. Eerste plaats. We hebben dus de hartinfarcten ingehaald. Het kan zijn, dit zijn allemaal de stroke, hartinfarcten, diabetes en hypertensie, zijn allemaal non-communicable diseases. Dus dat is ons grootste probleem op het ogenblik. De strokes hebben hier de hartinfarcten ingehaald. Ik weet niet of dat komt doordat er absoluut meer strokes voorkwamen of relatief, of dat de hartinfarcten minder doodgaan op het ogenblik. Welke patiënten zullen wij nu aanbieden aan de neuro high care? Eén, we hebben traumapatiënten van de SCH, die geen IC-indicatie nodig hebben, maar wel extra zorgbehoeven die je op de normale afdeling niet kan krijgen. Dus dat is de eerste categorie patiënten. De tweede categorie patiënten zijn patiënten die we hebben geopereerd. Denk maar aan hersenbloedingen die we hebben geopereerd, die niet nabeademd hoeven te worden, dus niet naar de IC hoeven te gaan en nu op de neuro high care opgenomen kunnen worden. De derde categorie patiënten zijn patiënten die van de IC komen, maar die nog net extra wat zorg nodig hebben. En tot nu toe blijven ze wat langer hangen op de IC. Maar als we die neuro high care hebben, waar we de extra bewaking hebben met gekwalificeerd personeel, dan kunnen ze allemaal daar monitoren. Dus dat betekent dat neuro high care niet alleen een impact heeft voor neurologie, neurochirurgie, maar ook voor de intensive care en natuurlijk ook voor de totale intensieve zorg in Suriname, omdat de druk die op de IC is, ook afgenomen zal worden. Volgens Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het AZP, is het ziekenhuis heel verheugd om weer een stap vooruit te doen. Een stap vooruit naar een betere gezondheidszorg voor de Surinaamse gemeenschap, vooral met de ingebruikname van deze Neuro High Care Unit, zegt Marika Redan. Ook de directeur van Volksgezondheid, Maureen van Dijk, is zeer verheugd met de opening van deze unit. Wij zijn het referentiecentrum voor complexe zorg in een multidisciplinaire setting. Makkelijker gezegd, de allerziekste patiënten worden verwezen en behandeld in ons ziekenhuis. Daarom beseffen we als geen ander dat deze complexe, bovenal dure zorg toegankelijk moet blijven voor ieder. We hebben hun zien lijden vanwege de verlammingsverschijnselen, lange revalidatiemomenten met intensieve fysio, ergotherapie of logopedie. Met de ingebruikname van deze unit zullen wij als Academisch Ziekenhuis een bijdrage leveren aan gezondheidswinst van de patiënt. Als ministerie kijken we heel erg naar wat het Academisch Ziekenhuis doet. Maar we zijn ook afhankelijk van het Academisch Ziekenhuis. Het Academisch Ziekenhuis geeft richting aan de zorg. Maar het Academisch Ziekenhuis kan dat alleen doen, omdat die daardoor in staat wordt gesteld door de andere ziekenhuizen. En door de andere instellingen die eigenlijk patiënten leveren aan het Academisch Ziekenhuis, maar ook weer patiënten afnemen. Daarmee wil ik dan afsluiten. Ik wens u verder een hele prettige dag. En zorgt u goed voor die Neuro High Care Unit. Tot zover Maureen van Dijk, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. En daarvoor Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het AZP. Zij spraken gisteren tijdens de officiële opening van de Neuro High Care Unit in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.